Bertelau, de stoel naast u hebben wij leeggelaten. Ja. Want aan het einde van uw nieuwe boek, Wankele Wereld, waar wij zo over gaan praten uitgebreid, pleit u daarvoor om aan elke vergadertafel één stoel leeg te laten. Waarom? Vooral besluitvormende vergaderingen. Ondernemingen enzovoort die besluiten nemen, die horen mee te wegen de belangen van de nog ongeborenen. En om eraan te denken, kun je een toekomststoel, een lege stoel zetten. Daar zitten ze, de nog ongeborenen. Ja. Denk ook aan hun belangen als je een besluit neemt. En wordt dat al veel gedaan? Dat wordt hier en daar gedaan. Sommige gemeenteraden, sommige gemeenten, sommige bedrijven ook. Daar is het vooral heel belangrijk voor. Ik begreep, want u woont in Twello, gemeente Voorst. Ja. En de burgemeester heeft daar altijd een lege stoel, hè? Ja, ja. En Leiden zag ik, Nieuwkoop, Hilversum. Ja, die hebben ook een wedstrijd uitgeschreven. Wie maakt de mooiste stoel? Oh. En die stoel staat nu in de gemeenteraad en die gaat iedere twee maanden naar een ander bedrijf. Ja, het is een idee wat ik in een boek, aan een boek mee geëindigd heb. Ja. En dat werd opgepakt en dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Hier zijn heel veel lege stoelen, dus heel veel ongeborenen. Ja, dat kan er wel bij. Er komt er ook nog een hoop aan, toch? Ja. Is dat een goed idee, Helene? Goed idee. Want? Goed idee. Nou, ook de kinderen, de Raad voor de Kinderen, wat ook is opgezet. Kinderen hebben gewoon een hele belangrijke stem. En ik denk niet de ongeborenen, maar ook de kinderen nu. Als we die veel meer kunnen betrekken bij het debat, de stem kunnen laten horen, juist als het gaat om klimaat. Het is hun toekomst. Dat zou heel mooi zijn. Hè? Het is hun toekomst. Zet ze aan tafel. Kinderen zijn niet de toekomst, heb ik ze zelf horen zeggen, maar we zijn er nu ook al. Ja.